allemaal, super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Dinja en vandaag heb ik dit mooie pakket hier bij me. En dat is een slijmbal maker. En ik zag het bij de Action en het kost uit mijn hoofd van €6,99 of €7,99. Dat is echt niet duur. En het is dus een kit waar je slijmballen mee kan maken en ook losse slijm. Dus we gaan hem openmaken. Ik heb de plakketjes alvast losgehaald, dus ik weet tenslotte inmiddels wel een goede jaar ben. Wezenlijk dus. En los op. En dan heb je dit. Wat zit hier? Hebben we een zakje met spullen. Hier hebben we het apparaat. Daarmee schieten. Een lijm en een grote lijm. Het is gewoon transparante lijm. En hier zit 236 ml en 118,3 ml. Dat vind ik echt hele rare verhoudingen. Als ik er even over uit mag spreken. Dan heb ik hier, en er staat ook over op Uzi slijm. En 118 ml activator. Ja, natuurlijk heb je ook dat je zelf slijm kan maken. Maar hier zit alles al bij. Dan ben ik heel benieuwd wat er in dit pakket zit. En ik ga hierboven ook een beetje werken. Want er zitten ook glitters bij, heb ik net gezien. Zodat niet alles eronder zit. Dat willen we niet. Ik zet hem nu even weg. Dan zitten er transparante ballonnen in. Het zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ik dacht dat er maar 6 in zouden zitten. Klopt dat wat dat zegt? Oh, ik heb het niet gelezen. 3 verven om je het mee te kleuren. Wat is dit? Wat is dit? Waar staat het op je verpakking? Oh, hier. Eén keer een slime maker, slime activator, glow color and instructions. En dus glow color and, wat is dit? Ik weet het niet. Dan heb ik hier 4 verschillende glitters, gewoon losse glitters. Een zilveren glitter, roze glitter, groene glitter en een paarse glitter. En een soort van, dit is niet echt glitter, maar ook weer wel, maar niet zoals dit. Ik weet niet hoe je dit noemt. In ieder geval iets dat sprankelt. En dan zit er een, alles valt eruit, mengbakje. Twee mengbakjes bij. Opslag dingetjes om het in op te slaan. Doosjes voor als je ballonnen vol zijn bijvoorbeeld. En spateltjes. Om te roeren denk ik of zo. En nog een spateltje. En een maatbekertje. En dat is alles wat is. En een gebruikswijzing. Die ga ik nu zelf eerst even lezen. En dan kan ik jullie vertellen wat we moeten doen. Ik ben er dus achter wat het is. En het is glow in the dark verf. En dan kan je dus ook verkiezen om het erin te doen. We gaan beginnen. Ik hou deze heel even bij voor als ik iets vergeet. Maar je begint met 25 ml heldere lijm. Net als dit. En daarvoor heb je dit maatbekertje. En hier staat de 25, dus dat daar gaan we hem doen. Ik denk dat hij nog dicht zit. Dat is zo slim. Dit is dus eigenlijk typisch mij. Hij is nog dicht. Ik stop het. Oh, we hebben nog een glitter. Een blauwe glitter. Nou, maar goed dat ik het dopje niet vergeten op te zetten. Anders had ik het nooit die blauwe glitter ontdekt. Voorbestemd dit. Mijn handen zitten al lekker onder de glitter. Hoe dat voor elkaar komt, geen idee. In de bakje zit ook al een beetje glitter, maar dat maakt niet uit. We doen hier 25 ml lijm in. En ik las het ook, je hebt ook water nodig. En dat kan, heb je natuurlijk gewoon iedereen in huis, denk ik. Ja, iedereen heeft wel huis. Behalve als er een probleem is in de straat dat je geen water hebt, dan heb je geen lijm. Zo geen lijm, geen water. Zo. Dit is 25 ml. Nou, je kan hier volgens mij echt heel veel mee maken. Die doen we in het mengkommetje. Het leuke is nog, je kan alles nog hervullen ook. Want witte lijm, dus zeg maar doorschijnende lijm, kan je ook gewoon in de winkel kopen. Zo. Leg ik deze heel even hier. Het volgende. Ik
gooi weer alles. Kijk hoe lomp ik ook weer ben. Ja, meetkoms. Schrijf ze even af. Meet 35 milliliter water. Nou, we hebben deze weer nodig. Er is nog een klein beetje lijm in. Maakt niet uit. 35. Dus dat is echt veel. Dit is 15. En dan nog een keer 15. Dit is ook 15. En dan nog 5 milliliter. Dat is dit. Ik probeer nog een beetje het onderste lijm weer uit te halen. Zo. Zet ik het even in die bak zodat de tafel niet vies wordt. Wat moeten we dan doen? Stap 3. Voeg de door jou gekozen glitter en glim en kleurstof. Oh, we moeten eerst dit nog mengen. Als het aan mij ligt, zou je zeggen dat het veel te veel water is. Daar lijkt het op. Gaan we nu glitter en kleur toevoegen. Nou, dit zijn de kleuren. Ik kan natuurlijk ook mengen. En ik zat te denken, je moet het eigenlijk in 2 stappen doen. Dus je gaat 2 verschillende doen. Oh, waarom altijd als wij een video gaan en denk je van het is feest, ik ga blaffen. Paars, hoe maak je paars? Dat is toch blauw en rood, en boven gezegd? Ja, ik ga paars maken. Dan pak ik nu een beetje verf. Zo, dat doe ik erin. Gaat erin. Even af. Ik doe het ook een beetje af aan het doekje. Want dan kan ik het gewoon met hetzelfde spateltje het volgende pakken. En dat is rood, zo. Zet ik dit weer in de bak, zodat het niet meer kan morsen. Gaat erin. Zo. En dan de glitter volgens mij. De glitter. Ik wil het eerst mengen, want ik weet niet wat voor kleur dit wordt natuurlijk. Gaan we even kijken of er glitter erbij past. Het wordt dus paars. Jee. Er zitten nu nog wel klontjes in, maar ik weet wel een beetje wat voor kleurtje het wordt. En ik ga er natuurlijk ook paarse glitters doorheen doen. Oh, deze schaar valt zo uit elkaar hoor. Zo. Dan pak je met het lepeltje een schepje glitter. En die leg ik in de bak, want ik heb 1 keer gehad met Tina Festival na een Poepsie Slime Surprise video. Toen zeiden ze, je kan het niet kneden op tafel, dat hebben we gedaan. Ik denk dat de glitter er nog steeds niet vanaf is. Ik ga nu 15 ml activator, het is nu, ja, die glitter blijft een beetje drijven. Maar het is nu gemengd. En als het daar nog niet goed slijm is, dan kan je er altijd nog extra lijm aan toevoegen. Maar dit is wat erop staat dat we nodig hebben dus. Ik maak weer dezelfde fout als net. Het is echt vreselijk hoor, jongens. Dan denk je, nou, na zo'n fout leer je. Niet dus, ik doe het gewoon nog een keer. Dadelijk als ik die andere lijm gebruik, ga hij het dat ik gewoon weer die dot er niet op heb zitten. 15 milliliter. Zo. En dat voeg je toe. Oh, het wordt gelijk dikker. Kijk jongens. Oh, wat cool. Nou, we gaan het goed mengen. Oh, het wordt gelijk dik. Dat had ik niet verwacht. Maar het is nog wel heel waterig doorheen hoor. Ja, zoals je ziet is de kleur niet goed gemengd. Maar het lijm was heel dik en het mengsel was heel dun. En dit gaan we dus goed roeren. En dadelijk als je je bakje afspoelt, of jij pakt gewoon een bakje van thuis. Ik heb voor de zekerheid zelf ook 2 bakjes bijgemaakt voor als ik bijvoorbeeld meerdere kleuren wou. Dus ik heb van thuis ook 2 bakjes gepakt. En dadelijk ga je het natuurlijk met je handen kneden, zou je zeggen. Het wordt wel helemaal opgenomen. Kijk. Je ziet de glitter ook goed. Ik ben nu goed aan het roeren. En het wordt gelijk dik. Ik
En zoals jullie zien is het nog heel erg sticky. Dus we blijven even door. Ook dit blauw meenemen zo. Ik ga dit nog even goed roeren. Je kan het dus ook aanraken met je vinger. Ik heb dik. Zo. Ja, het is wel een beetje sticky, maar het gaat natuurlijk in een ballon. Maar als je het sticky vindt en je wilt het echt voor hand nemen, kan je altijd iets meer activator aan toevoegen. En ja, het is echt een super mooi kleurtje. Het lijkt ook mooi uit. Het is wel een beetje plakkerig, maar altijd als je even zo met slijm zo. Het is van je handen af en ik heb ook een doekje liggen. En dan zet er ook gewoon zo vanaf. En dan gaan we ik er dus nu nog een maken. En dat doe je gewoon precies hetzelfde als deze. En dit is dus de kleur geworden. Het is heel mooi lichtblauw. En ik dacht dat het wel een beetje mooi. Want in plaats van dat het een beetje paars is, is het roze uitgevallen. Ja, dan had ik natuurlijk iets meer blauw erbij kunnen doen. Maar ik wou dat niet. En dan gaan we nu de ballonnen vullen. En dat staat op de andere kant. Hoe je dat moet doen. En daarvoor hebben we deze. Maak de squish slijm op. Hey, neem een squish maken in je handen. Schroef het mondstuk aan de eindkant tegenover het handvat los. Dat is dit, toch? Tegenover het handvat was dit. Stoomboel. Zo, ik ben goed. Ik snap het. Nadat het mondstuk verwijderd is, plaats je twee slijmsoorten die je eerder hebt voorbereid in de opening van de buis. Breng het slijm in laagjes aan. Dus dan moet je eerst naar. Achter toch? Denk ik. Ja. Zal ik even verder lezen? Ik weet niet hoe het moet. Zo, ik doe hem naar achteren. Zo. Dan gaan we nu de slijm erin stoppen. En ze zeggen dus ook van, doe het een beetje om en om, dan krijg je een beetje marmer effect. En hij moest naar beneden blijven, dus ik doe het eens op deze comfortabele manier. Dan kan ik een beetje pakken zo. Ik ga het gewoon met mijn handen doen. Ik vind die stokjes niet handig. Oh, ik gooi ze ook niet door. Goed bezig vandaag, Nia. Top. Ik pak een beetje van het roze met mijn handen. Zo. Dat zit erin. Oh, zo handig slijm. Dit werkt niet. Ik ga even gewoon meer pakken. Het is heel erg plakkerig, dus het blijft aan je handen plakken. Daarom staat er waarschijnlijk dat je met je spadeltje moet doen, maar daar blijft het ook aan plakken. Dus ik doe het wel gewoon op deze manier. Het wordt daar toch gemengd. Dus een beetje blauw en roze mengen nu, maakt ook niet uit. Thans. Dan doen we deze los. Uithalen zo. Joepie, hou je mond! Dank u. Zo, dan pakken we blauw. Hoppa. Zo is het lekker nattig. Eeuw. Oh, wat een kliederboel. Laat het gewoon zo indruipen. Oh, dit is een slimme techniek, jongens. Ik heb hem door. Ja. Dan moet jullie dit groene er zo afhalen. Deze naar beneden. En je ballon eromheen doen. Kom hier. Stomme ballon. En je moet zorgen dat hij er helemaal goed omheen zit. Kijk jongens, Joep is ook heel nieuwsgierig. Wat is dat hè? Zo ver mogelijk eromheen dat hij zeg maar in de ballon zelf komt. Oh, hij kan wel terug. Hij denkt nee, ik wil niet gevuld worden met slijm. Kom hier. Het is wel priegelwerk hoor. Zo. En dan moet
moet je deze er weer omheen doen. Zodat hij zeg maar in dat gleufje erdoor vastkomt. Kijk, dan kan je hem zo vastzetten. Oh, dat kan helemaal niet, niet verkeerd. Laat maar, jongens. Ik doe het één stap te veel. Deze moet erom blijven. Top! Opnieuw beginnen. Yay! Zo. Ah. Got it. Dan doe je nu deze hier omheen. Dit moet wel. Zo pas natuurlijk op dat je de bron niet lek maakt. En dan zit hij zo goed vast. En doe je dit weer hier doorheen. Moet hij even helemaal doorheen komen zo. Ik snap niet wat dit voor meerwaarde had, maar het stond er. Dan heb ik hier weer een lijmpistool. Een lijmpistool, het slijm. Rijm er goed omheen. Deze weer even omvast. Die is tijdens dat ding losgeschoten. En dat willen we natuurlijk niet. Dan ga ik het dus nu zo pompen. Ook blaas ballon op. We knijpen. En dan schiet ik er zo deze dingen weer naar binnen. Vind je het interessant? Wie is dat? En niet bijten. Joep, join the video. Joep, nee, ga maar laag, schat. Het is allemaal giftige dingetjes voor jou. Ga maar laag, kom op. Ik zei even niet. Reuze interessant dat hij het vindt. En zoals je niet ziet, komt het dus in de ballon. Joep. Ga eens laag. Kom op. Hup, gaan we die kant op. Nee, dit is gevaarlijk voor jou. Laag. Hij snapt het ook gewoon niet. Dan nu die laatste dingen erin. Zo. En dan gaan we hem losmaken. Zo. En dan moet je dit toetje goed beethouden dat het niet naar boven schiet. Dus je knijpt het hier dicht. Voor zover dat kan. Het is kinderspeelgoed. Ik weet niet vanaf welke leeftijd. Maar komt hij ook met een beetje slijm naar boven. Joep! Oh, ben jij vervelend. Van welke leeftijd is het? Vanaf 8 jaar. Nou... Toen ik 8 was, kon ik het niet hoor. Om je bonnetje knopen. Misschien was ik de enige 8-jarige. En dan maak je hem dicht. Zo. En dan heb je je slime squishy. En zo ziet hij er dan uit. En je ziet dus als je erin knijpt, al die glitters en kleuren naar boven komen. Ik vind het echt super cool. En ja, ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. Je kan er dus nog ook slijm voor in deze 4 bakjes in maken met dekseltjes erbij. Alles kan, je kan ook glow in the dark gebruiken. Dat kan je dan gewoon op hetzelfde moment dat je de verf erheen erbij doen. Ik vind het in ieder geval super leuk. Ik hoop jullie ook. Vergeet niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Geef een blauw duimpje omhoog. Doei doei!